Hallo allemaal en welkom bij een nieuw App Store spel. Dit spel heet Ava of Eva en ik ben net begonnen eigenlijk. En wat je moet doen is met die Delta vlieger die hier rechts in beeld zit, daar gaat dat poppetje wat je daar ziet, die gaat ermee vliegen. En dan moet je zo ver mogelijk zien te komen en je moet er allemaal hindernissen heen. We gaan gewoon beginnen. Ik weet nog niet echt wat het... Zo, als je hem indrukt dan gaat er dus door. Zie je, dan ga je omhoog. En nou ja, de muziek klinkt heel leuk. Oh, nou ja, er zijn dus allemaal doelen die je kan raken. Zie je, dan ga je dus omhoog. Hier is een kanonnen. En het is dus de bedoeling dat je zo ver mogelijk komt. Maar ik weet dus niet nog hoe of wat. Ik weet ook dat je niet op alles mag komen. Oh, ik moet nu snel het scherm aanraken. Ah, continue. Nou, nee, we gaan niet door. We gaan gewoon stoppen. En je kan dus veren krijgen en rangen omhoog gaan. Ik heb dus nu, ben ik rang 2, ik weet niet wat het doet. Ik ben nu een pinguïnpiloot. Ik heb nieuwe spullen gevonden. Nou, kijken wat het is. Een knopje, daar moet ik op klikken. Dingetjes. Even kijken, fantastisch. Je moet dingen kiezen die je leuk vindt. Ho. Even kijken, nou die trusty glider, die heb ik. Dat is mijn glijmachine, mijn deltavlieger. Een yo-yo. Oké, ik weet niet wat ik met een yo-yo moet. Ik kan de hond uitlaten met een yo-yo, dat is een bepaalde techniek. En nog wat andere dingen doen. Horen jullie ook trouwens dat de muziek elke keer een beetje een tik heeft? Dat is wel vervelend. Oké, ik koop de yo-yo. Ik heb geen idee wat het doet. Nou, een award. En we zien de yo-yo in beeld. Hij is trouwens gratis bij de App Store. Nu klik je op de tikbox om de... Oké. Nou, laten we kijken wat er gaat gebeuren. Als ik moet ergens op klikken naast de yo-yo om het te doen. Oh, ik zag daar een... Oh, dit is grappig. Ik vlieg nu met een yo-yo vlieg ik nu rond. In plaats van een Delta vlieger. Oh, wat grappig. Oh, nu kan ik zelfs terug. Dit is wel heel cool. Zoals ik zeg, ik had het spel dus nog niet gedaan. Nog niet echt heel veel gedaan, maar dat... Nou, deze yo-yo maakt het wel een stuk makkelijker om heel ver te komen. Wat is dit? Oh, nou, dan moet ik... Nou, die yo-yo die vind ik dus helemaal geweldig. Maar ik vind dit soort spelletjes altijd wel heel leuk. Waarmee je steeds verder kan. Er zijn een aantal verschillende. Kijk, dit gaat echt... Zo, kan ik hier doorheen. En nou, het is dus gewoon zoveel mogelijk punten zien te verzamelen. Ik wil niet doorgaan. Ik wil gewoon blijven spelen. Maar... Het zijn dus eigenlijk, zoals je het nu ziet, zijn een heleboel verschillende spellen. Ik heb meer dan 1000 meter gevlogen. Nou, geweldig. Ik heb hier een kist. Open een lunchbox. 50 snoepjes erbij. Nou, helemaal geweldig. En met die snoepjes kan ik dus coole nieuwe dingen kopen. Klik om te schudden. Oh, ik kan dus snoepjes krijgen nu. Nu moet ik dus zorgen dat ik de goede heb. Nou ja, dat kan je natuurlijk nooit zien. Het is nu gewoon... Zo. Ik heb een puzzelstuk. Geweldig. Oh, die puzzelstuk, dat lijkt op een bom. Nee, ik ga er niet nog één kiezen, want ik heb geen zin om naar een filmpje te kijken. Dat zal ik misschien wel doen als jullie er niet zijn. Over een half uurtje komt er een nieuwe bij. En we gaan gewoon nog een keer spelen. Oh, we hebben er 9. En even kijken. Ik kan hier dus op klikken. En hierop. En ik... upgrade. Wat kan ik dan doen? Dat kost 100. Nou, dat heb ik niet. Dan wordt hij beter. Ik ga toch wel even met mijn glider gaan. En ik vind mijn glider vliegen vind ik ook wel leuk. Wat is dat Instagram logootje daar, vraag ik me af. Dan word ik die weggeschoten. Ik moet zeggen, hij is wel moeilijker dan de yo-yo. Boing. En dan gaan we weer hierheen. Oh. En misschien moest ik drukken, ik weet het niet. Zo, gaan we weer de lucht in. Oh, wauw, waar gaan we heen? We gaan wel heel hoog de lucht in nu. Oké, dat was niet de bedoeling. Ik moet dus niet te hoog vliegen, blijkbaar. En
hiermee snoepjes verzamelen. Geweldig. Stuiter. Nee, de verkeerde kant op. Ik vind het spel leuk. Kijk, kan ik hier tussendoor? Ja, dat lukt me. Ballonnen verzamelen. Oh. Nee, dit ging fout. Maakt niet uit. Ik heb weer een stukje verder. Oh, ik kan ik zag dat ik een cadeautje kon halen. Ik heb 28 snoepjes erbij. Nou, dat gaat best hard. Ik kan ze verdubbelen. Ook dat doe ik nu niet, omdat ik te veel met reclames bezig ben. En ik heb geen zin in... Wat is dit Instagram-icoontje? Nou, dat doen we dus niet. Zo. Daar gaan we niet aan beginnen. Gekkigheid. Zo, en dan... hopla. Nog meer snoepjes. En dan gaan we hier weer doorheen. Kijken of we hierop kunnen landen. Oh, dan worden we gewoon weggestuiterd. Nou, zoals je ziet, het ziet er leuk uit. Een 2D-spelletje met leuke graphics. De besturing is heel simpel. Oh. Het is gewoon één knop en daarmee doe je alles. En dat ging fout. Dit was geen goede run. Maar met één knop bestuur je alles. En dat maakt het dus erg relaxed. Oh, wacht even. Als ik dus 2000 haal, dan kan ik dus dat ene ding krijgen. Nou, hopla. We zitten alweer op 49 dingetjes. Vliegen. Springen. Oh, en we gaan. En zij krijgen we een zetje van. Nou, linksboven kan je natuurlijk zien hoe ver ik kom. En ik zit nu al over de 400, dus dat is goed. Hier moet ik wel weer bovenop blijven. Je kan niet echt sturen, je kan echt alleen maar een beetje gas geven. Of tenminste, je kan alleen maar eigenlijk zeggen dat je weer omhoog wil gaan, zoals nu. En ik moet dus ook uitkijken dat ik niet te ver omhoog ga. Oh, uh-oh. Zo. En druk op de knop. Want ik wil zoveel... druk op de sneltap. En ook weer kijken of ik hier uit kan komen. En zoals je ziet, ik heb nu op 1700 meter. Dat is wel heel cool. En ik hoop dus dat ik nu daar de 2000 kan gaan. Want als ik de 2000 haal, dan kan het zijn dat ik dus zo'n cadeautje krijg. Oh, mijn snelheid die gaat wel heel langzaam. Even naar beneden gaan om wat snelheid te pakken. En dit ding, die wil ook sneller gaan. Nee, ik wil niet naar beneden crashen. Zo. Nee, hier is een stuiterbal. En ik heb weer snelheid. En weer tikken. Ik heb het niet gered. Maar ik ga niet betalen om door te gaan. Ik heb 2000, 1000 club. Oh. Ik moet dus het meer dan één keer doen. Rang nummer 3. Ik heb een bonus gekregen. Mijn beste score. Ik heb 10 candy gekregen. Ik kan het weer verdubbelen, maar dat doen we niet. Nou, zoals je ziet, het krijgen van de snoepjes, dat kan nog best wel een tijdje duren. En wat zijn de settings? Die kan de muziek, sound effects, dingetjes. Trusty glider. Oké, hier kan ik nog wat dingen kopen. Een ket en een rups kan je hebben. Een sportglider. De yo-yo kan ik selecteren. Nou, dan gaan we weer even met de yo-yo als laatste. Gaan we nog één keer die laten zien. Oh, zo. En dan gaan we weer. Kijken of we een beetje ver kunnen komen met de yo-yo. Hopla, daar gaan we. En die schiet ons naar voren. Oh, dat is cool. Nou, ik weet niet of dit... Oh. Snel tikken. Ja, dit gaat helemaal goed. En dit gaat ook goed, want op deze manier hou je dus wel je snelheid erin. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat je bij dit doet. Nou, ik zit alweer op de 1000. Nou, als ik de 1000 kan blijven volhouden, dan kan ik dus in die club blijven van 1000. En dat is belangrijk. Deze stuurt me omhoog. Dit is veel extra punten, zie ik. Oh, dat is jammer. Even kijken. Nou, 1300. Hoe gaan we hier? Ja, ik heb hem gehaald. Gaan we nog één keer kijken of het lukt. Kijken of ik die laatste kan krijgen.
133. Nou, dat was een mooie score. Ik zou zeggen, laat me weten wat jullie van dit spel vinden. Ik vind hem leuk. Zoals ik zeg, hij is gratis in de App Store. Ik denk dat hij er ook vast wel voor Android zal zijn. Dat kan ik niet echt goed controleren, want ik heb niet echt een Android-apparaat. Zo. En we gaan omhoog. Ja. En dat blijven, maar op deze manier kunnen we dus elke keer weer mooi een score een beetje omhoog krijgen. Het voordeel van deze is dat je dus wat makkelijker je hoogte kan houden. Want je verliest niet echt je snelheid, want die maak je dus zelf. Nou, ben ik dus eigenlijk wel een beetje benieuwd. Zo. Nu ben ik dus eigenlijk wel een beetje benieuwd naar hoe die andere dingen het doen. Ik moet vallen. Oh, daar ben ik. Nou, ik zit alweer op 1700. Dat is goed. Misschien, ik moet toch wel echt naar die 2000. Want met die 2000, dan kan ik misschien weer wat nieuwe dingen doen. Hey, weet je, ik weet niet of jullie het spel kennen, maar dit laat me een heel klein beetje aan Spider-Man denken. Dat spel. Dan moet je dus ook... Dan moet je dus ook zo de hele tijd rondslingeren. Zo. En deze yo-yo die is wel handig. Zo. Oh, je ziet het ook. Die recover-lijn waar ik overheen moet komen, die wordt ook steeds langer. Hoe vaker je geraakt wordt, hoe langer die wordt. Dus dat is misschien... ik heb al nog steeds meer gaan. En een cadeautje. Een cadeautje. Ja, ik heb een cadeautje gekregen. Wat zit erin? Een booster, een bankje heb ik gekregen. Ik weet niet wat die booster doet. Dat gaan we zo meteen zien. Laten we eens gaan kijken wat dit doet. Een nieuwe hoge score. Collectibles, verzamelobjecten. Selecteer. We gaan gewoon kijken wat dit doet. Nou, dat was vast niet de bedoeling. Zo, we gaan even opnieuw... We gaan het gewoon even opnieuw bekijken, mensen. We gaan even kijken wat die sofa doet. Want het kan niet zo zijn dat die... misschien als ik op die sofa spring. Nou, dan gaan we weer even naar de grond toe crashen. En dan gaan we toch nog kijken of ik op de sofa kan springen. En volgens mij krijg je dan een extra stuiter, waardoor je een extra goed begin hebt. Zo, nog een keer spelen. Even kijken, nou, laatste poging. Ja, kijk eens aan, dat is de sofa. Geweldig. Nou, hebben we die ook gezien. Wat leuk. Ik ben wel een fan van dit soort spelletjes. Het is niet al te moeilijk, je kan niet echt onwijs veel fout doen. Zo. Net een flipperkast. Wow, daar gaan we de lucht in. En nou ja, weet je, zoals ik zeg, ik vind het er leuk uitzien. Het is makkelijk. Je hebt maar één vinger nodig. Zo. En ik zit alweer op de 1000 meter. Op naar beneden. En dan gaan we weer omhoog. Dan gaan we hier doorheen. Ai. Zie, nu gaat het ook. Oh, nou, ik wilde zeggen, nu gaat het nog makkelijker om er langs te gaan. Maar dat viel ook wel mee. Ik heb 14 snoepjes. Dus net eentje te weinig voor. Ik krijg er 15. Ik krijg er 15. Geweldig. Dat betekent dat ik er nu dus 200 heb. Heb ik nog meer collectibles dan? Nee, toch? Nee, ik. Zo. Nu heb ik er 200. En wat gaat er gebeuren? Nee, dat wil ik niet. Hey, wat is dit? De yo-yo. Ik kan hier klikken en nu kan ik een volgende gaan kopen. Even kijken. Of de sportglider. Nou, ik weet niet. Ik ga het nog even kijken wat ik wil gaan doen. Maakt allemaal niet uit. Ik ga zeggen dankjewel voor het meekijken met mij hoe ik een nieuw spel uitprobeer.
En nou ja, ik zou zeggen, download het zelf. Het is gratis. En tot de volgende keer bij meer games. Zoals ik zeg, ik probeer het op de dinsdag en de donderdag dit soort spelletjes te doen. Tijdje niet kunnen doen omdat mijn telefoon bij de reparateur was. Maar nu heb ik hem weer terug, dus ik kan weer opnames maken. Nou, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei.